zweetshirt van Castelli of ondershirt, dat klinkt netter. We gaan even inzoomen en ik heb zelf nu een brinje aan. Deze Castelli is eigenlijk voor wielrenners misschien wel net iets meer geschikt. Niet alleen omdat het Castelli is, het echte fietsmerk, Italiaans fietsmerk. Maar hij is echt super licht en het is nu echt windkracht. Ja, 1 of 2 en je ziet hem al een beetje wegwaaien. Ja, dit kan ik op de weegschaal niet eens meten, zeg maar. De weegschaal die ik heb, gewoon een keukenweegschaal. Dan, ja, dan zie je het gewicht gewoon bijna niet aangeven, zo licht is hij. Deze brinje bijvoorbeeld is echt wel een stukje zwaarder. Een grotere opening hier, dus ook een super fijn ondershirt. Maar deze die, ja, die is ook behoorlijk open zoals je ziet. Je ziet mijn hand er gewoon echt doorheen, dus echt een hele fijne weving. Super lekker. Mouwloos, ik vind zelf mouwloos iets fijner dan met mouwen, want ja, zweet op je armen, denk, daar zie ik niet echt het nut van in. Ja, voor de rest moet ik erover zeggen. Lekker licht. Niet al te strak op je lichaam, maar zoals altijd met Castelli natuurlijk een maat groter bestellen. Want als je, net als ik, maat M hebt en je koopt een maat M, dan zit die echt redelijk strak, moet je van houden. Heel vaak kies ik dan toch zelf voor een L. Dus dat over het Castelli zweetshirt. En mocht je het zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten van de complete test.